zijn boven in de slaapkamer. Het is een beetje donker, want er hangt een lampje met 15 watt of zo. En we hebben natuurlijk geen bed. Dus dat wordt wel even een dingetje. We gaan een luchtbed opblazen. Kijk. Dat moet het worden. Ja, het is gewoon veel te donker, joh. Dus ik denk dat we morgen maar eventjes gaan filmen. Maar we zijn in ieder geval in het huisje. Het is allemaal goed gegaan. Dan gaan we even klaarmaken dat we hier kunnen slapen. En dan gaan we jullie morgen alles laten zien. Daar ben ik weer. Kijk, daar ligt hij. En dat moet wat gaan worden. Maar we hebben hier geen stopcontact, dus het is niet handig met zo'n luchtbed. Dus we zijn even een beetje aan het klooien. Met kabeltjes. De gebruiksaanwijzing lezen doen we niet aan. We gaan kijken of we ons bed kunnen maken. Geen idee. Nou, ben benieuwd. Als het niet aan elkaar klopt. We gaan natuurlijk niet lezen, we gaan het gewoon doen. Niks. Ook niks. Nee, ik heb niet tegen jou. Toch maar even de gebruiksaanwijzing lezen. Wordt vervolgd. Nee, je gelooft het niet, hè? Dan doet hij het ook niet, hè? Niet handig, hè, dit. Poging nummer 2. Maar ik ben benieuwd of dat wat wordt. Maar goed, we hebben er 2. Anders als ik me omdraai, leg ze ook tegen het plafond aan. Dat moeten we niet hebben. We hebben er eentje van Rick en Doe. Van de Tip de Bruine Labrador. Ook op YouTube. Kijk eventjes. Mogen lenen. Dus die ga ik nou erbij halen. En die leggen we ernaast. En dan gaan we morgen op zoek naar een echtbed. Welkom bij de volgende aflevering van Help. Mijn man is klusser. We hebben weer wat. Kijk, we hadden al gekocht hier, toen we hier in december waren, een tafel, hoe heet zo'n ding, salontafel, een beetje in het licht gaan staan, salontafel en een tv-kast, maar tv-kast die gaan we nou nog niet doen, we gaan eventjes salontafeltje in elkaar zetten, kijken of het kan zonder te vloeken. En als die kan zonder te vloeken, is die nou klaar, die tafel, gelijk. Dan zijn we weer. Even kijken hoor. De andere kant op. Kijk eens, tafeltje. Helemaal af. Mooi tafeltje. Toppie, op naar de volgende klus. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb je geslapen? Niet zo goed. Dat was de hel. Ja. Echt, het was koud. Luchtbed. De luchtbed komt de kou allemaal doorheen. Daar waren we voor gewaarschuwd.
Maar dat waren we natuurlijk weer vergeten. Het is wel lekker zonnetje nu. Maar? Maar we hebben een bed gekocht. We zijn vanmorgen eerst op pad gegaan om een bed te kopen. Ja. Hebben we nog niet. Gaan we straks ophalen. Dat gaan we niet doen. En we mogen zitten lekker sneeuw te eten. We hebben heel de auto volgeladen weer. Bij de Dollarstore zijn we geweest, bij de Jisk. En even boodschapjes wezen doen. Ja. Nou kijk, ik zal jullie straks, dat ga ik straks nog even doen, een rondleiding van het huis even doen. Want dat hebben we nog niet gedaan. Ja, we hebben het hartstikke druk. Ja. Het is, geen vakantie dit. Nee, maar zonder gekheid. We gaan even de auto leegmaken, dan gaan we bed ophalen. En als het goed is kunnen we dan vanavond in een echt bed slapen. Dus helemaal goed. Dus, wordt vervolgd. En dit zagen we gisteren toen we hier kwamen. Kijk eens. De daden zoeken we nog op. Ja, dit is het resultaat van een ochtendje even winkelen. Ja, als je niks meer hebt, pannen, kaarsjes, nog meer pannen. Deurmatten, ik weet het allemaal niet. En vogelzaad, playrollen, boodschappen. We hebben een nieuw bed, dat is de onderdeel ervan. Nou, we gaan weer uitladen. Dan gaan we de dakkoffer eraf halen. En dan gaan we kijken of we het bed hierop kunnen vervoeren. Nou, daar ligt het bed. Het zit allemaal niet zo heel erg goed vast. Maar het moet maar een heel klein stukje. Dus lekker slapen vanavond. Nou, hier zijn we. Björkhult. Oftewel Berkenbos. Het is alweer een beetje donker. Ik hoop dat het een beetje te zien is zo. Dat hij weer niet te licht staat ingesteld. Maar ik zal jullie even de buitenkant laten zien. Hey, dit is de tuin. En dan daar aan de overkant. Die bomen horen er ook nog bij, dat stuk tot aan het eind. Ja, brandhout denk ik dan maar gewoon. Dan vind ik dennenbomen leuker als berkenbomen. Maar er staan gelukkig genoeg dennen tussen. En die gaan we een beetje helpen, zou ik maar zeggen. En hier lopen we de tuin in. Het is lekker weer, het is een graad of 3 nu. Tenminste, het dooit nog een klein beetje denk ik. Ik denk de graad of 1 is. Vanmiddag was het in ieder geval 3. Het is wel een beetje gestormd volgens mij. Het overal leggen wel wat takjes. Ja, daar staat de auto, die heb ik prima gedaan. Onze verhuiswagen. Schuur, we hebben er nog een boot bij. Ik geloof niet echt dat hij zeewaardig is. En ja, het is gewoon geweldig. Je ziet overal hier de sporen van het wild. Kijk, ik zal eventjes naar beneden gaan. Dat is haast niet te zien, maar hier bijvoorbeeld. Ik zie je sporen van reeën. Zo door de tuin heen gaan. Geweldig toch? Ja, als het goed is loopt er wel eens een vos in de ronde, reeën. Af en toe een eland. Nou, ik ben echt benieuwd. Elandensporen heb ik niet gezien in de tuin. Er staan wel redelijk grote sporen. Kijk. En toen was de camera leeg. Dat heb je ook wel eens. Dus we gaan weer verder waar we gebleven waren. En ja, allemaal sporen van wild. En we hebben ook een konijn erbij. Onder de schuur zit een konijn. En de vorige eigenaar kon hem niet vangen om mee te nemen. En hij is eigenlijk al van de eigenaar daarvoor. Ja, we zijn er niet zo blij mee, want ja, mazzel en konijn is niet een hele goede combinatie. We zijn bang dat mazzel onder die schuur gaat om er niet meer onderuit te krijgen. Ja, konijn omleggen is ook weer zo wat. Dus, we gaan nog wel even kijken hoe dat... We moeten sowieso mazzel eventjes laten wennen hier. Want ja, hij ruikt natuurlijk heel veel in de tuin. En, nou ja, we hebben een boot erbij, hè, had ik laten zien aan jullie. En dat is het pad naar de brievenbus. Dan ga ik even kijken. Dat is de schuur. Ik zal morgen of zo even binnen filmen. Ik zal nou even de buitenboel doen.
Het, ja, het is hier, even kijken hoe laat is het, 3 uur bijna. Het zonnetje gaat toch weer verdwijnen. Ja, er zijn nog wat spullen van de oude eigenaren. Die komen ze nog halen. Tenminste, ik weet niet of ze dat ding komen halen. En, het staat een beetje vastgevroren. Ook de wasmachine, oude wasmachine is al vastgevroren. Maar een goede karate erop. Dan lag hij zo plat. Nou, hout, houthockey. Er zit nog iets van 10 kuub in of zo, geloof ik. Dus dat kunnen we ook stoken. Ja, wat nog meer. Hè? Kijk. Daar hebben ze een schommel aan gehad. Nee, dat gaat nog verdwijnen. Er ligt ook een bult met zand. En er komt, daar zit de trampoline nog in de grond. Even kijken, daar. En die komen ze ook nog weghalen in het voorjaar. Ja, het zit allemaal vastgevroren. Dus dat gaat even niet lukken. Hier lopen trouwens ook heel veel sporen van reeën door de tuin. Hè? Ik heb geen idee wat die beesten eten. Dus ik probeer een beetje te voeren. Eens kijken of ze erop afkomen. Ja, dat is ook allemaal tuin. Hoort er ook allemaal nog bij. En bij de hand. Ik loop hier door de sneeuw op mijn slippers. Dat is ook niet handig. Nou, een rondje draaien. Ja, we zitten wel aan de weg, maar niet aan de 62. Dus niet echt aan de hoofdweg. Meer een zijweggetje ervan. En dan 's ochtends, ja, hoor je wel wat. Ja, buitenkant. Ja. Die heeft wel wat aandacht nodig. Dat weer een aantal ramen eruit gaan halen, de kleine raampjes. Want die hebben geen functie meer, dus die gaan eruit. De andere ramen, ja, daar willen we eigenlijk 3 dubbel glas in zetten. Want er zit nu enkel glas met voorzetramen in. Ja, dat is veel te koud, joh. Dus, maar goed, dat zijn projecten voor de zomer. Dus ja, dan gaan we van de zomer wel eens eventjes kijken. Ja, er komt toevallig de bus voorbij. De bus naar Hagfors. Oké, ik wist niet dat die hier ook ging. Nou, dat is een beetje buitenkant van het huisje. We zullen even een rondje eromheen lopen. Hier staat ook een boom. Volgens mij een fruitboom. Een appelboom volgens mij. Een perenboom. Dus we kennen zelfvoorzienend gaan leven. Hè? We hebben het jaar appel moest eten. Nou is dat voor mij geen probleem. Even uitkijken, want... Even een shockie. Te zien? Ja, slecht te zien. Maar goed. Verder lopen. Ja, helemaal super toch? Wij vinden in ieder geval een heerlijk plekje. En, we gaan hier volop genieten. We gaan heel veel eerst aan de binnenkant doen natuurlijk. Naar ons zin maken. Benieuwd naar de binnenkant. Die komt er binnenkort aan. De binnenkant komt binnenkort. Klinkt raar, maar waar. Dus we gaan even klussen. We gaan ons bed in elkaar zetten. Want we willen vanavond wel op een echt bed slapen. We hebben gisteren natuurlijk vannacht op een luchtbed geslapen. En die kou van de grond, dat trekt er zo in dat we je niet weten. Dus we hebben van alles geprobeerd. Handdoek eronder, dekbed dubbel. Niet te doen. Dus we hadden nog een slaaphang beneden. Daar hebben we geslapen. Nou ja, geslapen, gelegen. Echt slapen was er niet bij. Daarvoor klink ik ook niet echt lekker vandaag. Maar ja, gaat goed komen. We gaan bed in elkaar zetten. En dat zien jullie ook. Hoe gaat het? Goed hoor. Jettebra. Kunnen we al slapen? Ja. Fijn. Het legt wel raar, denk ik zo. Maar... Ja. Nee, het komt goed. Mooi bedje. Dus, ben benieuwd. Toppetje erop dadelijk. Toppetje. Overtrekje ligt al klaar met elandjes. En wat toppie. Oké. Ik ga naar koffie. Je hebt genoeg gelijk. Houdoe. Ik moet erheen werken. Hm? Het bed zit bijna in elkaar. Valt mee. 8 pootjes erop zetten. En dan gaan we voor de rest alles een beetje stapelen. En dan gaan we kijken wat we gemaakt hebben. Dus volgens mij moet het kloppen. Nee, niet, zit leven in het bed. We hebben nog vaker een pakje. Hoppatee. Maar
zijn 3 verdiepingen, geloof ik. Hij zit in elkaar. Dus even die zooi erop. En dan gaan we het nog een keer proberen. Kijk hoe beter gaat als afgelopen nacht. Moet haast wel. Slechter kan haast niet. Goedemorgen. Wat ben je aan het doen? Aan het barbecuen. Barbecuen? Beetje opruimen. Allemaal karton. Je moet hier gescheiden inzamelen, dus dat zijn we maar aan het doen dan. Ja. Ja, toch? Beetje opruimen, hè? We moeten er vanaf. Bewolkt is het vandaag. Black ice geven ze op, hè? IJssel. IJssel vanmiddag. Dus, we blijven lekker binnen, in ieder geval. Even lekker een beetje opruimen. De fik erin. Leuk, hè? Ja, dat vindt hij wel leuk hoor. Vindt hij wel leuk hoor. Nederland wordt gelijk afgeschoten. Ja. Misschien ook wel. Zo. Ja. Lekker op. Oh, goed bezig. Nou, project. Project vuurton. Kijk, het is allemaal wel makkelijk. Maar er staat, kijk, daar heb ik nu de auto neergezet. En er waren al wat werkzaamheden gedaan. Eigenlijk wil ik daar wel gebruik van gaan maken. Misschien een carportje van maken. Maar in ieder geval de auto een beetje netjes wegzetten. Niet overal kriskras in de tuin. Alleen, er staat deze jongen in de weg. Nou, ik heb natuurlijk net aan het stoken geweest. Ik weet niet wat er allemaal in ligt, metaal en zo. Maar ik wil hem een beetje warm gestookt. Dan hoop ik eigenlijk dat hij een beetje los is gekomen. Dus gaan we even opzij trekken. Even. Touwtje eraan en gas geven. Kijken wat er gebeurt. We zien het wel. Het kan goed gaan en het kan goed fout gaan. Nou, dat touwtje gaat zo breken, denk ik. Vast. Hij zit te vast, hè? Hij zit gewoon zo net in het ijsje. Het leven van huisje Zweden gaat niet over roos, hè? Nee. We moeten wat voor doen. Mislukt. Er zit nog zo'n end in het ijs. Ja. Dus en hij zit dus hier vol met troep. Dus kan hem niet warm stoken. Niet warm genoeg. Nee. En ik heb geen bulldozer. Nou, de auto kan er wel langs. Maar klusje voor later als het gedooid heeft. Dit was het voor deze aflevering. En jullie zien al een klein beetje wat er in de volgende aflevering komt. Want ik zou de binnenkant nog een keer laten zien hoe ver we nu zijn. Dus dat zien jullie in de volgende aflevering. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een beetje klooien in en rondom het huis. En ja, we hebben het druk. We proberen de vlogs toch wel bij te houden. Maar het is wel lastig om dat tegelijkertijd allemaal bij te houden. Maar goed, vonden jullie deze leuk? Geef dan weer het bekende duimpje. En abonneer als je dat... leuk vindt. Tenminste, wij zouden dat heel leuk vinden als je abonneert. En, ja, we gaan de komende dagen lekker door met klussen. En ja, we hebben zat te doen. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Nou, hier zien jullie alvast een beetje wat we hebben meegenomen uit Nederland.
Daar hebben we zo verschrikkelijk veel van. Maar ja, we nemen iedere keer maar weer wat mee als we hier naartoe gaan. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende. En de mazzel, wat was ook weer de mazzel? Weet ik niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ja, ik weet het niet meer. Als jullie weten wat de mazzel is in het Zweeds, laat het even weten hieronder. Dan kunnen we lekker afsluiten in het Zweeds. Hey da, zeggen ze hier. Dat is houdoe, noem ik het dan maar. Op zijn Zweeds. Ja toch? Nou, ik ga er nu mee nokken. Bedankt voor het kijken. Hey da, de mazzel.